Welkom bij deze poundles, jongens. Hij is gemaakt voor de kids, dus zorg ervoor dat je een paar sticks hebt. Dit kunnen twee pollepels zijn, twee afwasborstels, twee bamboesticks uit je tuin, maakt niet uit. Misschien heb je nog iets anders lang ergens liggen. Maar we gaan in ieder geval rocken. Het is natuurlijk voor de kinderen bedoeld, maar de ouders mogen natuurlijk ook meedoen. Dus maak je klaar, we gaan lekker beginnen. Alright, kom lekker staan. We beginnen even met de beat. En je mag lekker van je afslaan. Niet te hard, want dan breek je straks mama's pollepels en daar wordt ze niet vrolijk van. En we beginnen met een zijwaartse tik. We gaan uit en in. En je mag lekker loslaten. Dan wisselen we van kant. Hop. Alright, we gaan omlaag. We tikken de grond. En we tikken weer hoog. Vind je dit nou te ver? Dan blijf je gewoon lekker hoog. Ja? Mag jij kiezen. Let op. We gaan naar een scoop. In en uit. Dus beweeg. In een zwaaiende beweging. En je kunt hem ook wat kleiner maken. Blijf staan. We gaan uit en in. Grote stap. En blijf laag in je been. Laag naar de grond. Tik en op. En als je er nou voor kiest om op de grond te slaan. Misschien voor papa en mama fijn om er dan even wat onder te leggen. Yes. Dubbel tik. 1, 2, 1, 2. En terwijl je zo zakt, goed die borst recht houden. Hè? Binnen naar achter. Let op. We gaan in en uit. In een lange, zwaaiende beweging. Oké, kom staan. We gaan uit, in en in. En hier mag je lekker swingen. Hop. Hop. Veel beter dan de gymnast op school. Let op mij. Zij, achter. Zij, achter. Hop. 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 Laatste twee. Laag op. Oké, we gaan naar een rainbow. Dat betekent voor en achter. Andere kant. Voor en achter. Je mag ook hoog blijven. Maar we gaan dubbel tikken. 1, 2. 1, 2. En achter. Hop, hop. Dus of je nou op de grond slaat of je blijft hoog. Het is allemaal goed. Let op. Scoops. Hop. Hop. En probeer lekker groot te bewegen. Hè? Lekker alles los. Hop. 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 Oké, pak de beat. Hop. En stop. Heel goed. Volgens mij zijn die al een beetje warm nu. Gaan we door naar het volgende nummer. We zetten de voeten ver uit elkaar. Hakken goed op de grond zetten. En probeer een klein beetje naar beneden te zakken. We beginnen laag. Let op mij. Tik. En strek je elleboog naar achter. Tik. En strek. En terwijl je tikt, ga je een beetje door de knie naar voren. We gaan naar dubbel tik. 1, 2. 1, 2. Hop, hop. Hop, hop. Mag je steeds iets meer kracht zetten.
Oké, let op mij. We gaan naar een knietje. In en uit. Dus je brengt je elleboog naar achter toe. En dan wisselen we van kant. Let op mij. Lage squat. Uit. Je optie is altijd hier, hè. Dubbel tik. Stop. Alright, we gaan weer wijd staan. Andere kant. Laag zakken. Tik. Op. Strek. Uit. 1. En 2. Yes, heel goed. En je maakt jezelf lang als je uitstrekt naar achter. En als je hier beter in wordt, mag je ietsjes harder gaan slaan. 1, 2. 1, 2. Laatste. Lage squat. Uit. Komt ie aan. Hop, hop, hop. En wissel. Yes. Wissel. En probeer je broertje of zusje te verslaan, hè. Dit kan een wedstrijd zijn. Hop. Switch. Hartslag, kinders. Ik had al een beetje warm, hoor. We gaan door naar het volgende nummer. Zo. Hey, het volgende nummer is een klein beetje lastiger. Die gaan we namelijk doen in een lunge. En een lunge betekent dat je één voet wat verder naar achter zet op de punt van je teen. En je tikt en je zakt. Ja, dus hou je borst goed recht en probeer een beetje naar achter te leunen. Ja? Dus wat we niet willen zien, is dit. Ja? Goed recht. Dubbel tik. Let op mij. We gaan uit en naar achter. Uit, achter. Laatste. Kom heel diep zakken. We gaan zo om en om schuin tikken. 1, 2. 1, 2. En vind je dit nou moeilijk? Blijf je lekker hier, hè? Maar kan je laag? Ga er zeker voor. Laatste paar. Heel goed. We gaan naar de andere kant. Grote pas naar achter. Laag op. Mooie rechte bovenlichaam. Laag uit. Laag en uit. Dan gaan we weer zijwaarts met het been. Let op. Uit, achter. Uit, achter. Uit, achter. Laatste. Kom maar staan. Schuin. 1, 2. Optie. Laag. Op. Laag. Op. Hier kun je weer een beetje ademhalen, hè. Let op mij. We gaan naar de rainbow. Voor. Achter. Voor. Achter. Je mag ook hoog blijven. Wat jij makkelijker vindt. Hop. Hop. En misschien is ondertussen papa of mama al een beetje boos aan het kijken. Want we gaan natuurlijk herrie maken. Hè? Op je allerhardst. Hop, hop.
4, 3, 2, 1. Go! Ademhalen. Eventjes alles los. We gaan in en uit. In en uit. Let op. Squat op. Laatste ronde, komt ie aan. Yes. Optie. Wat jij wil. En we proberen natuurlijk, ondanks dat de scholen weg zijn, lekker fit te blijven. Heel goed. We gaan door naar het volgende nummer. Neem even lekker een slokje water. Blijf vooral lekker drinken, jongens. En controleer even of je sticks nog helemaal in orde zijn. We willen het wel lekker veilig houden. En als jullie dan zover zijn, dan mogen jullie op de grond gaan zitten. En de hakken op de grond. Knieën aan elkaar vastgeplakt. En dan gaan we in en uit. Ja? Dus je rug is mooi recht. En we kijken mee in de beweging. Let op. 1, 2. 1, 2. Yes. En probeer goed je buik aan te spannen. Dan gaan we met twee handen verder. 1 en 2. Ja, en dan blijf je mooi recht, hè. Dus niet zo, maar mooi recht. Let op. 1 en 2. Helemaal omhoog met je been. En als je dat moeilijk vindt, dan trek je je knie naar je toe. Helemaal vanaf het begin. In en uit. Nu kennen jullie de bewegingen. Dus probeer goed je best te doen om netjes rechtop te zitten en groot te bewegen. En natuurlijk hard te slaan. 1, 2. 1, 2. En dan gaan we zo weer naar die singles met twee handen. Weet jullie hem nog? 1, 2. En maak je helemaal lang, hè. Dan maken we daar twee tikken van. 1, 2. 1, 2. En jij zijn jullie nog een keer klaar voor die benen? Let op mij. Uit, in. Uit, in. Uit, in. En dubbel tik. Om en om. En als het goed is, voel je het wel een beetje in de buik, hè? 4, 3, 2, 1. Yes, heel goed. Zo. Goed gedaan, jongens. Als het goed is, zijn jullie al een klein beetje moe nu. Maar we gaan nog wel eventjes stretchen, want dat is super belangrijk. Altijd eventjes stretchen naar de training. Dus kom lekker op je billen zitten. En maak je even helemaal lang. Rug helemaal recht. En dan doe de armen op. Rek jezelf helemaal uit. Adem diep in. En blaas uit naar de voeten. Adem weer in. Staan. En dan gaan we even kijken hoe lang we onszelf kunnen maken. Ja, zo ver als je kan. En zak helemaal naar de grond. Dan gaan we nog een keer helemaal omhoog. Maak je helemaal lang. Zo lang als je kan. En nog een keer zakken. Heel goed. Ga
gaan we even staan. En we ademen diep in. En weer uit. Nog een keer diep in. En weer uit. Dan mag je je armen lang maken. Met je lange armen mag je jezelf even op indraaien. Kijk wel uit voor je broertje, je zusje, je papa of je mama. We willen het wel veilig houden. Oké. Handen in de zij. Even de benen los. Kijk hoe goed je balans is. En wissel. Oké, dit was de powerless. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik hoop ook dat papa en mama een leuk filmpje hebben gemaakt van de kids. Probeer deze dan alsjeblieft te delen via hashtag DespaTV. Abonneer alsjeblieft ook even op ons YouTube kanaal. En volg ons via Facebook. En ook jullie snel weer te zien. Doei doei! Zo, dat was weer een lekker lesje. Wil jij nou ook andere mensen motiveren om te blijven sporten? Deel dan jouw trainingsvideo of foto in onze Facebookgroep Desqua TV. We zien je daar graag.